Nederland zit vol met goede hockeyers. En als je een tophockeyer bent en ook nog eens uitkomt voor het Nederlands elftal, dan zit je week vol met hockey, hockey en nog eens hockey. Als je er echt vol voor wil gaan en een studie wil combineren, dat is lastig, vergt discipline. Dat probeer je natuurlijk zo goed mogelijk te doen. En op een zondagavond als iedereen na een wedstrijd wat wil gaan drinken, ja, het kan wel, maar je moet maandag gewoon twee keer trainen. Dus je pakt je momenten om leuke dingen te doen, vaak is dat net voor het weekend, maar het is wel een ander leven, absoluut. Ja. Ik ben vader van twee kinderen en ik heb een druk gezin, dus dat moet je ervoor laten. Maar ik heb het liever over wat je ervoor moet doen, dat is het interessante en daar doe je het voor. En als je uiteindelijk naar zo'n WK gaat werken en een WK kan spelen, ja, dan wil ik er het liefst alles voor doen. Maandagochtend komen we hier bij elkaar, trainen we. We hebben eerst een soort van hersteltraining met Auken. Gaan we wat loopdingetjes doen, drie kwartier. Dan hebben we ook nog wat technische oefeningen. Dinsdag hebben we nog een tweede training. Dat is vaak wel wat partijtjes en dan gaat er eigenlijk wel wat meer op. En hier, als je nu kijkt, is het conditioneel een groot partij. En vanmiddag wordt het kleine partijtjes. Dan heb je eigenlijk al vier trainingen voordat het woensdag begint. Dan hebben we woensdag een lekkere rustdag. Dan komen we donderdag bij elkaar bij de club. Wij trainen twee keer, sommige clubs trainen één keer op donderdag. En dan gaan we vrijdag nog trainen en dan hebben we zondag een competitiewedstrijd. Dus een vol programma. Ja. Momenteel heel erg druk. Twee keer per dag op maandag met Oranje. Dinsdag twee keer Oranje. Woensdag wat krachttraining en donderdag vrijdag met je club. Daarnaast heb ik nog een baan bij de Lage Landen. Als management trainee, dus daarin ben ik ook nog druk bezig. Nou, gelukkig krijg ik daar de ruimte ook om dit te combineren. Dus het is een druk bestaan, maar wel een heel mooi bestaan. Want je merkt pas hoe mooi het is als je achter je bureau zit.